Vizier is totaal vernieuwd. Nog meer extra achtergrondinformatie, nog overzichtelijker en nog informatiever. Bel 013 644 644 en word dit jaar abonnee. Dan krijgt u die vernieuwde televisier de eerste 4 maanden helemaal gratis. Televisier, compleet de beste. Gert-Jan Dreugen in Glamourland. Straks, na de ster. Magnum presents Tour of Duty 3. The beat goes on. Oh, Suzy Q. You love that love. Met alweer de sterkste classics. Here I stand with my meer dan een uur, alleen het beste. You, girl. The beat goes on. Met Tour of Duty 3. Oh, see why. Oh, see what you have done. Om over de Alpen te komen heb je veel energie nodig, anders red je het niet. Met de batterijtesten van Duracell kun je vooraf controleren of de batterij nog vol genoeg is of vervangen moet worden. Handig toch? De batterijtester. Gratis en alleen bij Duracell. Je leven zitten je handen duizenden keren in het afwasvaten. Daarom is er Lux. Want Lux is niet alleen net zo goed voor de afwas, maar ook beter voor je handen. Dames, herkennen wij dit? De moderne, bewust levende man? De man die opeens besloten heeft dat hij wat meer moet bewegen. En die alles wat slecht is heeft afgezworen. Nou ja, bijna alles dan. Met zo'n man zou je, als hij het volhoudt, wel eens heel leuk heel oud kunnen worden. Maar heeft hij eigenlijk wel eens nagedacht over een goed pensioen? Doet u dat nou eens? Want ach, hij heeft het al moeilijk genoeg. Vraag het boekje Pensioen ABC van AMEF aan uw verzekeringsadviseur. Bring me thirst.
Morgen op Nederland 1. Wakku Wakku. De vrolijke spelshow waarin het dier de hoofdrol speelt. En het is de vos die de passie preekt. En zo zijn er nog een heleboel. Het is een beest wat iedereen kent. Dit is de Europese vos. En natuurlijk ook dat nog. Gaat uw gang, mevrouw. Dat bedoel ik nou, hè. Gek word ik daarvan. Hallo, daar ben ik weer. Foto van ons. Dat is toch niet te geloven, hè? Nee, inderdaad. Wat kunnen mensen toch zeiken, hè? Wakku Wakku en ook dat nog. Morgen op Nederland 1. Dat we te vaak elitair zijn en u te vaak meenemen naar zuiver exclusieve partijen, konden we toch niet nalaten een bezoek te brengen aan de bijeenkomst Gentleman 91. Een beurs voor echte heren waar ons ongetwijfeld verteld gaat worden hoe een Gentleman 91 zich behoort te gedragen. Wat is een Gentleman 91? Het werd ons haarfijn uitgelegd. Welke mannen hebben succes? Dat zijn die mannen die de vrouw in zich toelaten, zoals je ook kunt zeggen dat de succesvolle vrouw de man in zichzelf ontdekt heeft. Hoe herkennen wij als headhunters succesvolle mensen? Onder andere aan de ogen, de huid en de verpakking. Het gaat dus vooral of iemand een eigen stijl heeft. Als het goed is, dekt de buitenkant de binnenkant. En dat is dan ook altijd waar wij naar op zoek zijn. Geïntegreerde persoonlijkheden. Het was een geraffineerd mengsel van bullshit en open deuren. Ach ja, niks altijd, meneer de Voerdurg. Dank u. Nou, ik vond een beetje gereformeerde toespraak. Heren, zijn u een gentleman? Ah, ik niet. Ik weet niet wat voor de... Nee. Nee? Beetje. Wij hoorden het ooit, denk ik beetje. Wel. Rook je al sigaren bijvoorbeeld? Nee. Hij moet... Jij wel, volgens mij, hè? Ja, ja. Nou. En een pochette, dat heb je nog niet. Nee, dat hebben ze alleen in Utrecht. Dat moet nog voor sparen. Ja. Oh, dat is Utrecht? Dat is alleen in Utrecht, ja. Waar studeer jij dan? Hier in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Ja, nee. Maar driedelig pak is ook niet echt Amsterdams, of wel? Nee, maar het is toch een beetje... Ik denk hier een beetje aanpassen. Ja. Het barsten op de beurs van de geïntegreerde persoonlijkheden. Alhoewel een heleboel mooie innerlijke rondliepen, schort het nog wel eens aan een verpakking. Gelukkig waren er winkeltjes om hen te helpen. Kan niet, is te groot voor mij. Ik denk dat we nu de stropdas om hebben. Nee, dat hoeft absoluut niet. Nee, het gaat er ook om hoe je gedraagt en hoe je ermee omgaat. Ja. Dus zoek je iemand voor een financiële functie en die ziet er te swingend uit, dan krijgen wij enige argwaan. Meneer Van Heining, u ziet er echt uit als een gentleman. Vertel eens, koopt u uw kleren nou in Nederland? Ik laat ze maken in Nederland. U laat ze maken? Ja. En dat is een vaste kleermaker en die heeft een mal van u? Ja, die komt naar huis. Dus die komt, dat, ja? Dat is niet als de RSV-man of de RVS-man. Ja. Nee, die komt naar huis. Ik heb al wat lastige maat. Dus die... Ja? Maar maakt je ook overhemden of niet? Alleen pakken en broeken en vesten en dat soort... Ja, nee, de overhemden die laat ik in Den Haag maken. Ik vind die schoenen toch niet... Ja, het hoort er een beetje bij. En kijk, zwarte schoenen bij een donker pak of zwart... Moet dat eigenlijk niet? Ja, want dit is een beetje afgezaagd. Maar dit heette vroeger bordeelsluipers. In de kleding, ze moet allemaal een beetje vloeken. Gretig wierp Hering in spe zich op de statusverhogende middelen. Deze hoed heeft een stormdraad. Pardon? Oh. Die kun je losmaken. Ja, en dan? En dan maak je hem dan helemaal los, ik weet niet. Ja. En deze knoop doe je dan hier door dit knoopsgat.
Oh, je meent als het. Als het waait, dan waait je hoed. Als je hoed afwaait, dan ben je niet kwijt. Wat is een gentleman zonder gentlewoman? Nou, ik ben getrouwd en nou, hij is niet altijd een gentleman. Nee, maar echt een gentleman is altijd niet altijd een gentleman nee, natuurlijk. Het zou ook zo vervelend zijn. Ja, ja, lijkt ja. Mij. Ja? Maar is ja. Wel, ja, maar ja. Kent zich wel en pakken. Ja, gelukkig wel hoor. Ja, ik krijg ze in de richting hoor. Voor zo'n gentlewoman koopt de gentleman dan ook graag leuke hebben dingetjes.